Dat is het enige wat we nodig hebben. Ik wil met jullie lezen om het tweede deel te openen en een gedeelte uit Johannes 1, vers 6 tot en met 14. En het gaat over Johannes de Doper en over de Heer Jezus. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat zij alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden omdat hij het van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlezes, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de eensgeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ik wil met jullie bidden om het tweede gedeelte te openen. Heer Jezus, wat moeten we dan nog toevoegen aan uw woord? Heer, uw genade is genoeg en uw genade is groot. Zo ontzaggelijk groot dat er genade is voor iedereen. En Heer, dan staat het zo eenvoudig in uw woord. Heer, wilt u die eenvoud ook geven in ons hart? Heer, wilt u ook het licht laten schijnen op deze manier, door Jijda, door deze avond, door Andries, door Jildau. Heer, dat er velen tot bekering komen in deze stapelgekke wereld die steeds meer van u afloopt en steeds meer niks met u te maken wil hebben. En Heer, er is enkel genade bij u te krijgen. Heer, wilt u een zegen geven over deze tweede helft, als we nog met elkaar in gesprek gaan over best wel moeilijke onderwerpen. Maar Heer, daarnaast ook een fijne avond geven, waarin ook gewoon gelachen wordt en humor is. Heer, wilt u bij ons zijn? Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Nou, we hebben heel veel vragen binnengekregen, Andries, dus je mag komen. Maar we gaan wel beginnen met een filmpje. Hij blijft de presentator en hij kan het programma niet loslaten. Had ik hem maar niet gemaild, dan had hij daar niet mee bezig hoeven te zijn. Ja, we gaan dus beginnen met een filmpje. En ja, je staat bekend als de presentator die heel veel met mimiek enzovoort doen. Nou, daar heeft Lucky TV heeft er wat op bedacht en die heeft er iets leuks van gemaakt. Kijk even. Nou, geweldig, geweldig. Zoals de kinderen hebben zitten knutselen. Kom hier, we gaan vragen behandelen. Evert, gooi de vraag maar op het scherm. Ja, daar moet hij opkomen, maar we wachten gewoon even geduldig. Er is ook een filmpje van mij op YouTube dat ik met balkenende zit te boeren 2 minuten lang, dus ik was bang dat dat het filmpje vanavond. Ik heb hem niet gevonden, helaas, helaas, helaas. Anders hadden we zeker geboerd vanavond. U getuigt van overgave aan God. Maar hoe kan ik dat doen? Bij mij lukt het nooit om mezelf over te geven. Hartstikke belangrijke vraag. Het is een vraag waar ik jaren zelf mee geworsteld heb. Ik ben christelijk opgevoed, was mijn geloof kwijt, heb God vaarwel gezegd. Toen ik 19 was, plotseling tot bekering gekomen. Maar niet tot een waar zaligmakend geloof, om het zo maar te formuleren. En ik zat maar met die vraag. Ik zou zo graag willen geloven, van de Heer Jezus willen houden, maar het lukt mij niet. Ik ben zo zondig. Ik heb er jaren mee geworsteld, dus deze vraag van deze jongen of dit meisje herken ik ontzettend goed. Hoe gaat dat nou?
Want je bent, je ziet jezelf, je voelt jezelf, je valt jezelf continu tegen. Dat hele geloof, als je het al hebt, wat stelt het voor als je jezelf ziet in het licht van de Bijbel? Ben je geen huichelaar? Je neemt bij wijze van spreken Jezus aan en de volgende avond of volgende dag of de volgende minuut gaat het alweer helemaal mis. Jaar heb ik met die vraag geworsteld. Ging ook niet aan het avondmaal, durfde dat ook helemaal niet. Tot ik, ja dat gaan jullie niet doen natuurlijk, maar ik studeerde theologie, tot ik Calvijn ging lezen op dit onderwerp. En Calvijn heeft mij de ogen geopend, want Calvijn liet mij zien, en dat is zo belangrijk in mijn leven geweest, Calvijn liet mij zien dat ik de volgorde omdraaide. De volgorde bij mij was Rooms. Gewoon Rooms. Ik was de paus, althans qua beeld. Ik wilde eerst me ietsje beter maken voor God. Ietsje. Voordat ik dacht in God, in Christus te geloven. En dat beetje beter worden, dat lukte natuurlijk niet. Ik weet niet of jullie... Ja, jullie kennen jezelf ook allemaal een beetje. Ja, dat gaat niet, hè? Dat gaat niet. Je valt je altijd weer tegen. Ik ook. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik nou net wil doen, dat doe ik wel. Zegt Paulus, notabene. Hoe moeten wij dat dan doen? Calvijn liet mij zien, Andries, je doet de volgorde verkeerd. De volgorde is overgave, geloof, Jezus aannemen. Dat is wat evangelisch geformuleerd. Wat meer reformatorisch. Proberen iets van Christus te zien. Dat is dan reformatorisch geformuleerd. En van daaruit, alleen maar van daaruit, trachten dat leven met God te leven in heiligmaking. Als je de volgorde omkeert, kom je er nooit, echt nooit. Nee, overigens, dat is, daar vraag ik me zo heen, maar overigens zegt de catechismus precies hetzelfde wat jij zegt. Ja. Heidelberg catechismus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God, zondag 23, alleen door een waar geloof, dat al is het dat mijn zonde mij aanklaagt, mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods waarlijk heb gezondigd, desniettegenstaande, daar heb je hem, dat is het evangelie, desniettegenstaande, zondag 23, Heidelberg catechismus, dat is hem, ik zat in de verkeerde volgorde, en ik heb nog altijd de neiging, na 40 jaar, om in mijn eigen leven soms die volgorde weer om te keren. Ben ik heilig genoeg? Nee. Vecht ik genoeg tegen de zonde? Nee. Faal ik? Ja. Ik faal. Ook de man die op 12 november zoveel heeft mogen ervaren, faalt. Het is... Ja. Ik blijf mens. Ik ben een zondaar. Zondig mens. Ik ben een zondaar. We gaan naar deze vraag toe. Andries, een vraag waar ik mee zit. Het past niet echt bij deze avond, ik denk het toch ook weer wel. Maar ik zit er wel mee. In mijn leven zo'n tweestrijd. De ene keer zit ik een uur in de Bijbel te lezen. Even later sta ik in de kroeg te drinken, te snuiven en te blowen. Hoe kan ik dit oplossen? Dit kan ik in heel mijn leven voor de Heer Jezus mag leven en niet half. Het verlangen is er. De volgorde. Echt de volgorde. Het is zo belangrijk om... niet in eigen kracht, niet te snuiven, niet te drinken, mannen onder ons, geen porno te kijken. Dat is zo, dat lukt je dus niet. Dat lukt je niet. Als je ziet bijvoorbeeld qua porno kijken, dat was er in mijn jeugd natuurlijk niet, maar qua porno kijken, als je ziet hoeveel christelijke mannen daarmee bezig zijn, in reformatorisch en evangelisch Nederland blijkt uit onderzoeken, dat is onvoorstelbaar. Dus dat je redt het allemaal niet in eigen kracht, je redt het Een beetje, als je de volgorde omdraait en je eerst verbonden weet met Christus en van daaruit dat leven van heiliging gaat leven. En dan faal je nog. Want Paulus zegt, die heeft de genade ontvangen, hè? Mm-hmm. Ja, Paulus zegt, na zijn bekering, zegt Paulus, ik ellendig mens. Na zijn bekering. Paulus, kom op Paulus, jij? Ik ellendig mens. Paulus, jij? Het goede wat ik wil doen, doe ik niet. Het kwade wat ik niet wilde, doe ik. Paulus, jij? Ja, Andries, ik. Ben je dan ongelovig? Nee, Andries. Ik, Paulus' woorden, ben een gelovig mens die continu struikelt en vanuit dat struikelen telkens weer naar Christus gaat om vergeving en ontferming. Zo groeien ook in je geloof.
anders, ja. Je faalt. Ik heb 6 jaar erover gedaan om deze vraag te kunnen beantwoorden voor mezelf. Ik was 6 jaar bezig precies andersom te redeneren. Ja. En Paulus heeft er zelf een excuus voor. Die zegt, ja, dat ben ik niet. Dat is een oude mens in mij. Ja. Ja. Hij zat niet te blowen, denk ik, Paulus. Hij heeft niet gebloot. Nee. Ik ook niet. Okay. Nee. Dus op het nippertje niet. Okay. Ja. We gaan met elkaar een lied zingen. Dus ik wil hier bijkomen. Ja, weet je, we gaan even. Je moet zuinig op je zijn, want je zei al van ik ga op tijd weg. Okay. We willen toch echt het einde van de avond halen met jou. We gaan zingen Psalm 126. Wanneer de Heer je uit genade verlost en die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij maait. Psalm 126. En we hadden met lied 1 moeten beginnen. We gaan het even hierbij houden. Dankjewel. Andries. Ik heb hier een microfoon vast. Mathieu die loopt ook nog ergens rond. Is er iemand die zegt van eigenlijk heb ik hier wel een vraag over. Ik wil gewoon rechtstreeks een vraag stellen. Is er iemand? Oh, de microfoon is... Ja. Even op de vorige vraag. Jos. Kijk, ik proef een beetje over... Nou, worstel met zonde en zo. Tuurlijk, de Heer Jezus, 100%, daar moet je mee beginnen. Maar op een gegeven moment is het toch ook een moment dat je radicaal moet breken met de zonde. Gewoon alles in de prullenbak moet gooien. En op een gegeven moment gewoon zeggen van, ben er klaar mee, we breken ermee. Ja. Lukt jou dat? Breken met de zonde? Ja, in zekere zin wel, met Gods hulp. Hoe moet ik het zeggen? Nou ja, goed, op een gegeven moment laten we voor over porno beginnen. Ja. Op een gegeven moment... Moest ik daar gewoon mee breken? Gewoon op een gegeven moment gewoon een punt achter zetten, klaar. En dan lukt dat met Gods hulp, 100%. Daar ben ik echt van overtuigd dat met Gods hulp alles kan, dat je bergen kan verzetten, 100%. Maar ik ben echt van overtuigd dat je op een gegeven moment ook gewoon mee moet breken. En soms is het ook gewoon een worsteling, een dagelijkse worsteling, 100%. Maar ja, ik denk ook dat er een stukje radicaliteit daarin mag zijn. Nee, maar dat je... Alsjeblieft. Dat je met de zonde moet breken, haten en vlieden. Om het maar eventjes in ouderwetse taal te zeggen. Dat is waar. Wat zeg ik? Dat is onze opdracht. Alleen, het moet niet zo zijn dat als je faalt... Ik faal. Dat dan mijn hele geloof... Daar gaat het om, hè. Dat dan mijn hele geloof weg zou zijn. Als ik faal... En ik faal. Dan moet ik niet zeggen, dan is het dus allemaal niks geweest. Dan moet ik zeggen, dan mag ik zeggen. Dat is de evangelie natuurlijk. Dan mag ik zeggen, ik ga terug naar Christus. We zongen net over dat lied over die genade. En over gaan tot hem. Dat is het. En waar ik zo bang voor ben, dat is dat heel veel jongeren in mijn eigen groef zitten van vroeger. Namelijk, het lukt me niet. Ik kan mezelf voor God niet aangenaam maken. Het lukt me niet. En dus.
En dat zou betekenen dat je een heel leven lang in vertwijfeling rondloopt. Armoede. In armoede. Terwijl je zo'n vruchtbaar leven zou kunnen leven in onze cultuur. Dus de volgorde is wat ik zei. Het breken met de zonde. Ja, alsjeblieft. Maar ook rekening houden met het feit wat Paulus zegt. Ja. Het is dat, goede. Wat is dat ook nog karakterafhankelijk? Kun je er iets over zeggen? Dat denk ik wel. Ik bedoel, de ene jongen, meisjes weet ik niet zo goed. En de ene jongen is meer ontvankelijk voor porno of niet. Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, de een die denkt, als ik maar niet ergens in de buurt van de softdrugs kom of niet. En de andere zal zeggen, boeien, het doet me helemaal niks. Dus het hangt erg af van hoe je in elkaar zit, hoe je karakter is. Wat voor jou, een, wat we dan vroeger noemden, tegenwoordig nog wel natuurlijk een boezemzonde is. Hè? Een zonde waarvan je zegt, eigenlijk zou ik het niet moeten doen, maar ik hou hem lekker dichtbij, want ik voel me er zo lekker bij. Ja. En die hebben we allemaal, maar dat hangt een beetje ook van je karakter af. Het hangt er vanaf hoe je opgevoed bent, het hangt er vanaf hoe je in het leven staat. Dus, maar wij moeten niet heilig zijn voor God buiten Christus om. Wij zijn allemaal, het lijkt wel alsof we allemaal Rooms-Katholiek zijn. Of we allemaal de paus zijn. Namelijk, eerst goede werken doen. En dan vrijmoedigheid hebben om tot God te gaan, tot Jezus. Nee, dat is de volgorde van de paus, hè? Althans van vroeger. Eerst goede werken en daarna vrijmoedigheid. Nee, eerst vrijmoedigheid ontleend aan de genade, niet aan mezelf. En dan je goede werken, of breken, zoals jij zegt. Ja. Er komt nog een ander ding bij, denk ik ook, hè? Dat je een indruk krijgt van zonde die je eigenlijk nooit bedacht hebt in eerder leven. Ja. Dus dat je, ze zeggen wel eens, minder zonde doen, groter zonde worden. Je groeit als een koeienstaart, zeiden ze vroeger. Mm. Je groeit als een koeienstaart. Je groeit naar beneden. Dus je ontdekt in het leven met Christus veel meer over Gods genade. Filippenzen 2 is voor mij de laatste jaren zo'n mooie tekst geworden. Terwijl ik er 100 keer overheen gelezen had. En nu, ik preek erover. Ja. En je ontdekt ook veel meer nog hoeveel weerstand er in je hart zit tegenover God. Ja. Wij zijn geen heiligen, alweer zo'n Rooms-Katholieke zonde. Wij zijn geen heiligen, wij zijn zondaars die van genade mogen leven. Er is nog een heel ander mooi voorbeeld van. Ik weet niet, de fruitbomen beginnen weer te bloeien. Maar als je een perenboom hebt, dan snoeien ze alle rechtopstaande takken eraf. En des te krommer de tak, want ze doen dan met een touw die tak zo naar de grond knopen. En des te krommer de tak, des te meer vruchten hij draagt. Een tak die rechtop staat, draagt helemaal geen vruchten. En een tak die krom gebogen is, wij zeggen wel eens een gebogen, iemand die afhankelijk is van God, die draagt de meeste vrucht. Denk maar klein voor jezelf. Ja. Maar wel vanuit de genade. Mooi. Echt, anders dan draag je geen vrucht, jongens. En er wordt van ons zoveel gevraagd in deze cultuur ook. We hebben zoveel kansen ook. We hebben zoveel mogelijkheden. Het is zo, zo mooi. Het is zo mooi om in deze cultuur, lastige vragen, christen te zijn en dat ook op de plek waar je zit uit te dragen. Christen te zijn, dat noem je terecht, Niet met je eigen kerkverband bezig zijn, maar gewoon christen te zijn. En dan is er, is mijn ervaring, heel veel ruimte. Ik zat, dat zei ik 2 weken geleden, zat bij Jinek. Ik dacht, oh moeder, er zat een cabaretier. En Jeroen Dijsselbloem zat er, mis van Financiën. Daar ben ik wel goed mee. En nog een paar anderen. En een DJ van Radio 3 zat er ook nog. Dus ik dacht, oh moeder, wat moet dat? Als ik mijn verhaal ga vertellen, niet alleen over mijn ziekte, dat vinden ze natuurlijk leuk, maar ook, dat wilde ik echt, over wat ik geestelijk ervaren heb. En ik ervoer zoveel welwillendheid. Welwillendheid, interesse. Ik werd niet onderbroken, ik werd niet voor gek uitgemaakt. Het was gewoon een welwillende sfeer. En toen dacht ik, moet je nou toch eens kijken, bij Jinek. Ja, en wat, even voor onze jongeren, hè? Want er zijn ook jongeren die komen thuis en die krijgen dan weerstand, hè? Van, dat kan je wel zeggen. Is dan de kracht niet dat je het bij jezelf houdt? Dat je het houdt bij jezelf, wat jij beleefd hebt, dat kan een ander nooit afnemen. Ja, echt hoor, dat je eigen kwetsbaarheid, je eigen, dat is een modewoord hoor, maar ik zeg het 1 keer, je eigen authenticiteit, wie ben je zelf? Ja, je moet het echt inderdaad dicht bij jezelf houden. Maar je moet hier wel ook in gevoed worden, hè? Ik preek zondags of ik zit zondags in de kerk om het te luisteren. Ik zou niet zonder kunnen, dat zeg ik er ook bij. Ik moet om de 7 dagen geïnspireerd worden, gemotiveerd worden, bemoedigd worden, ontdekt worden
aan het kwaad. Ik heb dat echt nodig. Ja. Echt waar. God heeft niet voor niks die 7 dagen gemaakt. Zodat we om de 7 dagen in ieder geval weer iets van... Dominee Buske zei, hij is al jaren overleden, dat was een dominee. Die zei, als ik niet iedere zondag kon preken, dus om de 7 dagen, dan zou ik mijn geloof verliezen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen in deze wereld. Er komen zoveel vragen op jullie af. Vanuit de wetenschap, vanuit de cultuur, vanuit weet ik wat, vanuit je eigen hart. Misschien ook vanuit je eigen traditie. Dus kom op, laat je bemoedigen, laat je inspireren, laat je ontdekken, laat je alles... Verstillen, laat je verstillen. Tegenwoordig, ja. Stil worden. Ja, maar dat kost me enige moeite. Dus ja, dat... mij ook. Dankjewel. We gaan naar Jildau toe en er is ook een vraag binnengekomen voor Jildau. Ik ben benieuwd. Hoe kom je aan de inspiratie om dit soort liedjes te schrijven? Nou, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar, ja. Hoe kom ik aan mijn inspiratie om dit soort liedjes te schrijven? Vroeger dacht ik altijd dat ik niet kon schrijven als ik geen inspiratie had. Ik had vroeger echt, ik denk dat alle creatieve personen onder ons het wel weten. Inspiratie, dat komt en dat gaat weer. En ik had vroeger echt die momenten dat ik echt die inspiratie had. Dat kwam dan bijvoorbeeld uit het geloof van andere mensen. Of uit wat andere mensen meemaakten. Of iets wat ik zelf meemaakte. Of de natuur, kon ik ook wel geïnspireerd door raken. Maar ik heb echt mogen leren dat, dat wat ik doe een talent is wat ik ook mag ontwikkelen. Dus waar haal ik nu mijn inspiratie vandaan? Ja, ik werk daar echt voor. Ik ga er echt voor zitten. En ik pak mijn papier en ik pak mijn pen. En ik ga echt tegen mezelf zeggen, nu ga ik een liedje schrijven. Omdat ik geloof dat dit iets is wat ik van God heb gekregen. En dat ik daar ook voor mag werken om daar iets moois van te maken. Ja. En heb je dan al een thema in je hoofd? Je denkt, daar ga ik over schrijven? Of, dat ja, het slimste is als ik dat wel heb, maar dat heb ik niet altijd. Ja. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je soms ook onafgemaakte liedjes. Die belanden dan weer ergens in de computer. Later pak ze er weer bij. Ga ik weer zitten? Ga ik weer opnieuw proberen? Ik ga er wel echt voor aan het werk. Ja. Ja. En zit jij nou op school? Of hoe moet ik jouw leven zien? Ik heb in 2015 het VWO afgemaakt. En ik ben toen een beetje in dit muziekverhaal gerold. Of ik maakte eigenlijk altijd al muziek. Maar om dit echt met optredens te doen. En de droom om er echt van te kunnen leven is toen wat begonnen. Hiernaast werk ik nog. Ik werk bij de Welkoop. Dus Welkoop. Gewoon een normaal baantje ernaast. Ja. Ja, gewoon een normale meid die ook mooie liedjes maakt. Ja, bedankt. Is er nog iemand die een vraag heeft aan Jildau? Nu kan het nog. En de volgende avond, ik zei er niet bij. We gaan haar zeker weer vragen voor volgend jaar. Maar is er nog iemand die een vraag heeft? Niet? Nou, wat ga je voor ons zingen? Ik ga Vissen zingen voor jullie. Vissen. We gaan Vissen. Ja. Oké. Uit, want ik ga vissen.
of laat zul jij me wel missen? Lach me maar uit, dat is wat je doet. Je vindt jezelf toch al goed genoeg. Je haalt je neus op en vindt anderen goed gelovig. Duw me maar weg, ontken wat je ziet. Je zoekt wel hulp. Zoiets heb ik niet nodig. Lach me maar uit, zwaai me maar na. Want ik vaar uit over de oceaan. Het maakt niet uit, want ik ga vissen. Of laat zul jij me wel missen? En als die tijd gekomen is, als je beseft wie je bent, wat je mist, dan weet je in ieder geval waar ik ben gebleven. Zoek me niet op, ga er niet op uit. Ik zal niet zeggen, jij lachte en zwaaide me uit. Denk dan aan mij en ik zal er zijn in je leven. Lach me maar uit, zwaai me maar na. Want ik vaar uit over de oceaan. Het maakt niet uit, want ik ga vissen. Kom ook voor jou wanneer jij me gaat missen. Prachtig. We gaan naar het laatste blokje. Andries, welkom. Binnen de streepjes, hè? Dat was afgesproken. Ja, die kooi, de zwarte kooi. We hebben een vraag binnen, maar we gaan gelijk weer naar een vraag. Word je nu moe van het vele praten? Dat is het enige wat ik kan. Nee, word ik niet. Nee, ja, nu wel. Vanavond wel. Ja. Want het is voor de tweede keer sinds mijn ziekte dat ik dus een avondprogramma een beetje doe. Dus ik word er nu moe van. Maar doorgaans hoop ik straks ook, als ik gezond mag worden, helemaal niet. Want ik doe het graag. Ik spreek graag, ik preek graag, ik praat graag en ik deel graag. Hoe lang gaat het nog duren? Waarom dat herstel? Ja? Ja, dat is een lastige, want van legionella herstel je soms niet meer helemaal. En de artsen zeiden tegen mij, reken maar met 1,5 op 2 jaar... in plaats van nu 4 maanden. Zorg dat je nooit een legionella krijgt. Het is een klein beestje van na de zondeval, zeg ik. Want het doel van het beestje is om je longen en je lijf compleet te vernietigen. En hij zit dus in warme douches. Ook in Nederland. Maar met name natuurlijk in Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Daar was ik. Er zijn er 350 per jaar in Nederland. De helft in Nederland, de helft vanuit het buitenland. En het is een zeer ernstige ziekte waar een deel van nooit meer zal herstellen. Ja, dat was de boodschap even tussendoor. Ja. Nee, want ik heb een boodschap. Daarom word ik niet moe. Ik vind het heerlijk om met jullie of in de gemeente of te praten. Ik had eergisteren met een groep vrijgemaakte theologen. Gewoon te praten over God en de rol van ons in de samenleving, in de cultuur, in de wetenschap, in de Bijbel. Ik vind dat heerlijk. Nee, ik word daar niet moe van, behalve vanavond.
Ja. Zoiets. We gaan naar de volgende vraag. Christus is heel belangrijk voor je, zei je, maar hoe heb je hem leren kennen? Door eigenlijk die ontdekking van Calvijn. Doordat ik... Ik was natuurlijk met God en geloven. Ik was natuurlijk een ongelovige jongen. Ik ben plotseling op één moment om 11:00 morgens tot bekering gekomen. Maar ik kende Christus toen niet. Toen heb ik zeer geworsteld om hem te mogen ontmoeten, omhelzen, aannemen. Gebruik er een woord voor. En dat lukte mij niet. Het lukte me niet. Daar ben ik 6 jaar mee bezig geweest. Ja, bezig geweest, dat klinkt zo. Ja, 6 jaar heb ik geworsteld met de vraag... hoe krijg ik nou een genade God? De vraag uit de Bijbel. En na die 6 jaar kwam ik langzamerhand... ook niet van de een op de andere dag, dat niet... kwam ik tot ontdekking. Andries, je doet het verkeerd. Je zoekt verkeerd. Je moet zoeken waar Christus te vinden is. En je moet niet pogen om jezelf eerst eventjes aangenaam te maken. Een beetje minder zonde te doen. Een beetje radicale keuzes te maken. Ik faalde, ik zeg het weer, ik faalde. En pas toen ik die omkering zag... toen heb ik langzamerhand... heb ik Christus mogen leren kennen. Mooi. Omhelzen, aannemen. Welk woord je ook wilt. Comrie gebruikt het woord aannemen, zeg ik maar eventjes. Ja. Ja. Nou, dan houden we bij Comrie. Comrie, ja, precies, oudvader. Zullen we naar de volgende vraag gaan? Want er is een vraag over troost. Soms, ja, niet altijd. Toen, die weken op de IC, heel erg... Maar soms ook niet, zeg ik ook maar eerlijk erbij hoor. Het geloof is geen... daar ga ik straks nog even iets over zeggen bij het afsluitende tekst. Het geloof is natuurlijk niet een soort panacee op afroep beschikbaar. En het werkt altijd. Of je geneest altijd. Of je gebeden worden verhoord. Of je hebt altijd troost. Nee, het leven met God is veel gelaagder, weerbarstiger soms, veel kleuriger... dan. Dus ja, dat geloof gaf mij troost in het ziekenhuis. Ontzettend. Maar ik zit privé ook in een andere moeilijke omstandigheid. Heeft niks met gezondheid te maken. Ook niet met mij. Maar mensen om me heen. En ik heb zo'n zware week gehad deze week. Zo'n zware week. Niet voor mezelf, maar mensen om me heen. Waar ik op betrokken ben. Ik heb zo'n zware week gehad. En dat geloof heeft mij deze week niet getroost. Niet getroost. Ik heb de schreeuw naar de hemel. Heer, Heere, waar bent u? Niet voor mezelf, maar voor anderen. Dus het geloof is geen instantproduct. Echt niet. Geloven met God is spannend, is mooi, is uitdagend, maar is niet een soort garantie op geestelijk succes of zoiets. Ik vind dat een beetje gevaarlijk in de evangelische beweging worden. Dat suggestie wordt gewekt. Als je nou maar gelooft, dan... geloof het niet. Nee, dat woord ga ik zo meteen gebruiken. Is dat ook niet in de Bijbel? Nee. Dus geloof geeft mij troost, ja. Maar niet altijd. Ja. Zo eerlijk moet ik zijn. Oké. We gaan naar de afronding toe. Jij krijgt straks nog de gelegenheid, ik zal het vast zeggen voordat je begint. Je krijgt straks nog de gelegenheid om het laatste blokje te doen. Maar we gaan wel vast de bloemen uitdelen. Oh. Dus Dertie, ik wil jou even de gelegenheid geven. Kijk. Ja, want eigenlijk had ik hier helemaal niet mogen staan. Maar Dertie heeft zoveel druk op mij uitgeoefend een paar weken geleden. Van, je moet naar Doorn komen. En ik kon eigenlijk nog helemaal niet. Je kreeg er bijna een klaplong van. Ja. Heel graag wilde ik het. Ja. En wilden we het allemaal. Ja. Heel erg bedankt dat je gekomen bent. Bedankt voor je woorden. Ja. En bedankt dat we een kijkje in je hart mochten nemen. Ja. Oké. Okay. Heeft goed gedaan. We hebben weer wat geleerd. Ik vond het fijn om hier te zijn. En hopelijk tot de volgende keer. Ja. Ik kom nog een keer terug. Ja, heel fijn. Ik heb het idee dat we nog lang niet uitgesproken zijn. We zijn nog lang niet uitgesproken. Nee. Je vrouw heeft je gemist vanavond. Alweer, ja. Dankjewel. Een ruikertje voor haar. Dank. Heel erg bedankt. Oké, dankjewel. We gaan je zo toezien. Hildo, mag ik je ook even naar voren roepen? Ik zal er zijn. Ja. Dan mag jij nog. Ja. Ook jij wordt bedankt met een prachtige bos bloemen. Ik ruik ze al uit de verte. En jij ook heel erg bedankt dat je ingegaan bent op onze uitnodiging. De reis gemaakt samen met je vader. Heel erg bedankt. We zijn een beetje onder de indruk van jou, van je woorden, van je muziek. En ja, mooi zoals je bent, zoals God je gemaakt heeft. Dankjewel. En ook graag tot een volgende keer. Nou, ik ook graag. Alsjeblieft. Dankjewel.
zingen en dat gaan we staande doen. En dat lied is eigenlijk ook een beetje voor Andries, maar ook voor ons allemaal. Ga staan, ik zal er zijn. Om namelijk.
voor jou een heel belangrijk lied in die periode geweest. Ja, dat zal wel. Dat kwam wel bij me binnen. Ja. Man, man. Ja. Och. En dan te bedenken dat King Amban nu hier dit zingt. Ik moest er ook aan denken. Zo ik dacht, jongen, wat zal het zijn? Ik hoop dat het ook voor haar zo geldt. Dat geldt, ja. Ja. Je krijgt nog laatste woord. Eén tekst van mij. Ja, want ze lopen allemaal weg, want ik ga de Bijbel openen. Dus dat, Nee, ze lopen ook weg in verband met de bus. Ik begrijp het allemaal. Ja. Een slotwoord, heel kort. Ik geef jullie mee Psalm 145. De eerste drie versen. Oh, die staan op het scherm. Drie versen van 145. Een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen. En uw naam loven voor eeuwig en altijd. Hebben we net gedaan. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen. Voor eeuwig en altijd. En ik hoop dat jullie dat doen. Daar komt hij. Waarom? De Heere is groot en zeer te prijzen. Komma. Komma. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Nou, dat is het leven van ons. De Heer is groot en zeer te prijzen. Komma. We hebben hem niet in onze zakken. Hij is ook ondoorgrondelijk. Hij is ook ondoorgrondelijk. En met die God mogen we leven. En dat is juist wat het leven zo rijk maakt. Dat wij niet een soort eendimensionaal geloof hebben waar het allemaal goed gaat of allemaal slecht gaat. Maar dat we een geloof hebben in een God waarmee we, die we af en toe, ik deed niet hier natuurlijk, maar ik had hem willen prijzen. Zo, ik deed zo. Tegelijkertijd dacht ik tijdens het lied de hele tijd aan Kinga. Die nu geopereerd is en ik weet niet hoe het met haar is. Of ik denk aan die situatie van deze week om mij heen. Waar ik tegen God schreeuwde. God. Dat is geloven. Dat is met God bezig zijn. Verkeerd, hè? God met ons bezig zijn. Dat is niet vlak. Dat is niet plat. Dat is niet eendimensionaal. Dat is heerlijk. Ook als je een adres hebt waar je af en toe met je vuist tegen gaat. God is groot. 145 vers 3. Zijn naam is groot en zeer te prijzen. Maar er zit ook iets in van ondoorgrondelijk. En daarin mogen wij God eren. Ik vond het fijn om hier te zijn. Jullie gaan zo meteen nog zingen, maar ik ga naar huis. Anders haal ik huizen niet eens. Dus ik ga met jullie eindigen. Ja, of je met ons wil eindigen. Ja. Dus, nu? Ja? Ja. Heren, wat heerlijk om zo te zingen. Om uw naam te prijzen. Om wie u bent. Om wie u bent. Omdat u uzelf aan ons hebt bekendgemaakt. We zochten niet naar u, Heren. En soms zoeken we niet naar u. Maar u bent degene waarvan Paulus schreef in Filippenzen brief. U bent degene die al in de eeuwigheid zei tegen uw vader. Ik ga naar de aarde voor hen. Voor ons. Laten we het mysterie mogen aanbidden. Mogen omhelzen. Ook als we worstelen met vragen rondom onze zonden. Met onze boezemzonden, met de strijd waarin we falen. Waarin we telkens onszelf tegenvallen en u ook tegenvallen. Heren, u kent ons hart. En laten we daaruit de vrijmoedigheid mogen hebben om tot u te vluchten. En van daaruit het leven te leven wat u van ons vraagt. Heren, zegen het werk van jij daar, hier in Doorn en op de andere plekken. Wat mooi. Het is ontzettend mooi dat de jongeren bij elkaar komen om een avond te denken, te zingen, te spelen. Het is goed om hier te zijn. Zegen het werk ook van hen. En zegen al de mensen die hier in de kerk zitten. Ieder op hun eigen plek, op school of op het werk of als artiest. Om iets van u te mogen zijn in deze samenleving. We danken u voor deze avond. Bewaar ons als we straks naar huis gaan. In de naam van de drie enige God bidden we dat. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen. Vind je het goed dat ik ga? Ja, ik zou het doen. Heel erg bedankt. Ja. Fijn dat ik vond het fijn om hier te zijn met jullie, jongens. Dus ik kom nog een keer terug. Ja, tenzij jullie het niet fijn vinden, dan kom ik niet terug. We gaan het overleggen met die jongeren. Ja, dat is hun avond. Okay. Dus het komt helemaal goed. Ik pak even het toestel. Ja, jij gaat gewoon weg. Dat is prima. Wij gaan gewoon zingen met elkaar. We gaan ons slotlied zingen met elkaar. En daarna hebben we nog vrij zingen. Dus wat dat betreft hoef je nog lang niet naar huis.
Maar dan gaan we nog lekker met elkaar zingen totdat de techniekjongens zeggen, nou is het genoeg. Het volgende lied, Heer u bent mijn leven, de bron van mijn bestaan. Dan ga lekker staan. Dan Jildou, jij zit er ook nog zitten even te kijken. En we zien je zometeen nog in de zaal, denk ik, hè? Met een bakje koffie en voordat je gaat. Maar jullie moeten nog ver rijden. Oké, ze vindt het gezellig. Nou, helemaal toppie. Heer, u bent mijn leven.